chefsfriends.nl. Zijn beste gerecht. Ik denk dat het een beetje zijn signatuurgerecht is aan het worden. Hij is met, ikzelf had natuurlijk een langoustine met een KDI-filet, maar hij heeft hem verder gebracht. Hij is er met Thaise curry bij gegaan, kokos erbij gegaan, pompoen, zoetzuur retter. Vorige kaart hebben we hem erop gehad met een saus van tonka kai zat erbij. Ja, dat was gewoon waanzinnig. Hele goede comments, vanuit het restaurant ook. Echt gaaf, echt heel leuk. Tot iets waar ik zelf dan mee begonnen ben. In eerdere jaren. Tot hij dat gewoon naar een volgend level brengt. Dat is wel gaaf. Ik denk dat dit zijn wagyu sukkade met risotto truffel. Dat is zo smaakvol en is klassiek. En dat is de lekkerste gerecht wat ik heb gegeten van hem. Ja. Ik hoop dat hij, laat ik zo zeggen, liefst zou ik zeggen dat we alle twee over 5 jaar nog hier zijn. En dan misschien weliswaar met de kraan wagenwijd open, tot we dat kunnen doen wat de voorgangers ook gedaan hebben. Of het ons lukt. Dat zou het leukste zijn. Anderzijds weet ik ook wel heel goed, kijk, Keng is al 6,5 jaar bij me. En hij is van Demi binnengekomen in La Rive, opgewerkt tot compleet chef-kok van restaurant La Rive. Hij is ontzettend hard aan het werken aan zijn eigen naam, door middel van wedstrijden, wint wedstrijden all over. Dus er zal echt binnenkort, verwacht ik, een vislijn naar binnen komen tot je hem ziet wegplukken. Maar als hij zelf de keuze heeft, dan denk ik misschien over 5 jaar terug in Thailand met zijn vrouw of vriendin samen en dan daar een job in een hotel. Ik denk dat hij daar wel zijn doel bij heeft. Ja. Ik denk dat hij nog steeds hier is. Van Amstel Hotel. Want hij heeft het voor elkaar hier. En ja, weet je, zo'n mooi bedrijf. En je bent niet zomaar een executief chef in Amstel Hotel. En ja, hij heeft naar zijn zin en zoveel grote team. Ik denk dat hij hier nog is, zeg maar. Ik had gehoopt dat hij iets meer van het masseren was. Ik betrap hem wel eens erop tot hij wel gedreven servies kan draaien. Zeg maar, hij zal niet vloeken, maar hij kan wel, hij doet het wel met luide stem. Ja, tot ik zelf zoiets heb van, oh, dat komt even lekker uit de hoek. Ja. Als leerling natuurlijk heb ik veel meegemaakt. En toen kwam ik hier werken, 6,5 jaar geleden. Had ik verwacht dat ik, nou, dat hou ik gewoon een half jaar voor, denk ik. Maar toen kwam ik hem tegen en denk van zo kan dat ook. Ook op andere manier mensen aanleren. Niet schreeuwen, op normale manier communiceren tijdens servies. En dat leer ik van hem en daarom ben ik hier nog steeds eigenlijk. Dus ja, dat is wel mooi van hem. Ja. Heel verfijnd. Hij is heel fijn, want hij is natuurlijk heel erg bezig met de kaart maken, met gerechten maken. En op het moment dat wij de eerste dag servies draaien, en ik dresseer dan de gerechten samen met hem. En dan komt hij met misschien wel 10, 12 van die kleine frutseldingen waar ik dan of een heel klein pincetje voor nodig heb. En dat gaat mij persoonlijk dan een beetje verder. Dan zeg ik, kom Keng, even moet wel met de hand vast te pakken zijn, weet je wel. En hij, dat is best wel sterk van hem. Tot hij echt heel gedetailleerd, heel klein in gaat. Puur smaak.
simpel. Niet te veel, niet te veel ingrediënten op bord. Maar dan 3-4 ingrediënten is al klaar. En puur smaak. Die sucade, ik weet niet of je dit kent van hem. Bakje sucade met truffel risotto. Heel verder is niks erbij. Het is gewoon echt super lekker. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer ChefsFriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.